allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een opgemaakte Empties Beauty video. Volgens mij is dit nog helemaal niet zo lang geleden. Tenminste, dat gevoel heb ik dat ik dit heb opgenomen. Maar hij zit echt, het mandje zit bomvol. Dat ik dacht, ja, ik ga het gewoon weer opnemen. Want dan kan ik het opruimen. En in deze video ga ik dus vertellen wat wij hier in huis hebben opgemaakt. Een beetje wat ik ervan vind. Of ik het opnieuw zou kopen. Of ik het aanraad of niet. Weet je, gewoon een beetje kletsen over beautyproducten. Dus lijkt je het leuk, kijk dan zeker even verder. Ik pak gewoon random items uit het mandje, want er zit geen logica in. Dus laten we beginnen met Lush Plump Puff. Deze is niet meer te koop volgens mij momenteel. Ik dacht dat dit de kerstcollectie komt. Dit ruikt lekker zoet. Lekker, ja, gewoon zoet. Zoete douche gel. Niet zo zoet als Snow Fairy, maar wel een beetje zusjes van elkaar. Heerlijk. Ik heb nog een klein flesje staan. Mocht die weer te koop zijn rond kerst, dan zou ik hem zeker aanraden. Maar vooral als hij in de sale is. Want dan is het helemaal een goede deal. Dan ga ik verder naar mijn favoriete deodorant van Rexona. De Maximum Protection. Dit soort stick die je zeg maar omhoog draait. En dan komt er een beetje uit. Uit zo'n, ja, uit van die gaatjes. En dit zorgde echt voor dat ik urenlang bescherm werd tegen nare geurtjes. Ik heb hier al vaker verteld in de Empties video's. Dus dit is echt favoriet. Koop ik meestal in Duitsland. Want dan is hij een paar euro goedkoper. Dat is een tip voor eigenlijk zowel alle drogisterijmerken bijna. Die in Duitsland goedkoper zijn. Maar ik heb er nog 2 of 3 voorraad. Dus ik kan nog even vooruit. Dan een product die ik echt jammer vind dat hij op is. Dat is van Rituals. De Serendipity Shower Foam. Die had ik in een set gekocht. Ik dacht, daar ga ik lekker van genieten. Ten eerste heb ik hem maar 2 keer gebruikt. De rest van de familie heeft hem opgemaakt. En terwijl dat ik hem gebruikte, was mijn geur, mijn reukvermogen weg door corona. Dus ik heb echt geen idee of dit, ja, ruikt nou niet, of dat hij lekker ruikt of niet. En dat vind ik wel jammer. Vooral omdat een douche foam van Rituals wat duurder is. Maar ik zal hem vast al een keer opnieuw kopen. Maar het is nou niet dat ik denk van hoog nodig. We gaan voor de voeten. Oh wacht, dat is geen voetmasker. Deze. Voor de voeten. Van Isepri de Aqua Skincare Intensive Nourishing Foot Mask. En de Beauty Pro Food Therapy Collagen Infused Booty. En ik ben bezig dus met mijn voeten te verzorgen. Alvast voor de lente en voor vakantie en zo. Ik vind als je een maskertje doet voor je gezicht en zo. Voor de voeten is het ook wel een keer lekker. Deze van Beauty Pro vind ik geen aanrader. Want het masker, het voetmasker, scheurde, was zo kapot, was hele dunne materiaal. En nadat ik gebruik had, merkte ik er niet heel veel van. Dus dit vind ik geen aanrader. Deze van Isepri, uit de eigen lijn, uit de Aqua Skincare lijn. Vind ik wel een aanrader. Materiaal was stevig genoeg. Kon ik gewoon mee rondlopen. Ik doe ze dan aan, de sokjes. En dan doe ik er van die dikke, fluffige huissokken onder. Zodat je erop kan lopen, want anders glij je sowieso uit. En het materiaal was goed. En na ongeveer 20 minuten, ja, doe soms langer aanhouden. Zijn je voeten heerlijk zacht. Dus die vind ik wel een aanrader. En ik had dus net nog iets vast. Dat is van de X-Lash Cosmetics. De Hydro Gel Mask. Dit is een gezichtsheetmasker. Maar een beetje, niet van het tissue materiaal. Maar een beetje gelachtig materiaal. Beetje rubber, gelachtig. En ik had hier een 3-pack van ontvangen. En ik vind hem geweldig. Het blijft goed zitten. Na gebruik heeft je huid zeg maar een hele mooie gezonde healthy glow. Ja, ik ben sowieso wel groot fan van dit merk. Want ik heb ook eyepatches die ik graag gebruik. Deze heb ik dus als PR ontvangen. Maar ga ik binnenkort zelf opnieuw kopen. Die Isepri voetmasker ga ik ook opnieuw kopen. En die Beauty Pro voetmasker dus niet. Want ja, ik vind hem niet fijn. Maar dit is ook een aanrader. Is wel wat duurder. Volgens mij betaal je €25 voor een 3-pack. Maar er zijn genoeg webshops met korting en zo. En ik vind het het geld waard. Deze schattige flacons van Hairburst opgemaakt. Voor longer en stronger hair. De shampoo en de conditioner. Zoals ik in de video zei van de shopblog. Ik geloof er niet echt in dat dit nou je haar meer laat groeien en zo. Mijn haar groeit uit zichzelf al heel goed. En op zich prima shampoos. Maar ik vind het best basic. Ik had heel veel product nodig om mijn haar sowieso schoon te krijgen. Conditioner ook om mijn haar een beetje zacht te krijgen. Dus ik was Olaplex hiervoor gewend. Dan hoef je maar een heel klein beetje te gebruiken voor het resultaat. Nou, ik moest hier echt heel veel van gebruiken om resultaat te krijgen. En dan zijn de flessen zo leeg. Dus ik vind dit geen aanrader. Dan ga ik gewoon liever voor de basic kruidvat tropical shampoo en conditioner. Die doen het vele malen beter. En die zijn maar een euro per stuk. Dus nee, geen aanrader. Grote flacon opgemaakt. Nou, het zit een heel klein beetje in.
kwam er niet uit. Met de Glow Tonic. Ik sta op de Pixi PR-lijst. En die sturen één keer per jaar ongeveer zo'n mega fles. En er staat dan ook mijn naam op. Dus ja, weet je, zulke details, dat maakt het al leuker. Want het is al super leuk om van zo'n merk PR te krijgen. En, maar ja, goed, dan blijf ik nog steeds wel eerlijk over de producten. Maar ik heb hem opgemaakt, dus dat zegt al genoeg. Ik heb ook kleine flesjes staan, maar die bewaar ik voor winacties. En ik heb eind december een nieuwe flacon gekregen van Pixi. Ook weer met mijn naam. Dus die gaat binnenkort de badkamer in. Ik vind dit echt zo'n fijn product. Ik doe dit na mijn gezichtsreinigingsroutine in de avond. Op een wattenschijfje. En het maakt je huid minder dof. Verwijdert droge huidcellen en zo. Ik heb er een review over geschreven. Ik probeer het wel even te linken. Want ik, ja, dat is wat meer uitgebreider dan dat ik het zo even snel zeg. Maar als je zo'n product als dit gebruikt. Vergeet dan niet om de volgende dag in de ochtend ook een goede SPF aan te brengen. Sowieso is dat handig om dat vast in je huidverzorgingsroutine op te nemen. Maar vooral als je van dit soort peelings gebruikt voor je huid. Dan is er nog een flacon leeggemaakt van Clarins. Dit is de Tonic Bath & Shower Concentrate. En dit product ruikt zo waanzinnig lekker. Ja, en ik ben niet de enige die dat vindt. Want het is de tweede flacon die ik heb ontvangen van Clarins. En mijn vriend vindt het zo lekker dat ik hem misschien 1, 2, 3 keer kan gebruiken. En dat mijn vriend hem eigenlijk een beetje toe-eigent op zijn plankje. En dat hij hem lekker gaat gebruiken. Dus ook voor de mannen is dit zeker een aanrader. Het is wel een wat duurder product. Maar weet je, het ruikt heel erg lekker. Vooral als je onder de douche bent en je hebt van die heerlijke geuren en zo. Een beetje me-time. Mag soms ook wel eens. Dus deze ga ik opnieuw kopen. Het is natuurlijk over een paar weken ook vaderdag en zo. En dan... misschien dat ik dit voor hem wel erbij doe als cadeautje. Ster heeft ook weer wat opgemaakt. Namelijk van Wella de Deluxe haarspray. Gewoon een goede haarspray. En van Olaplex nummer 7 de bonding olie. Deze had ik ontvangen in het PR pakket. Ik had bijna de complete lijn van Olaplex ontvangen. En ik ben echt heel erg groot fan van nummer 3. En van de shampoo, van de conditioner en van het masker. Ik was deze aan het testen gebruiken. En haarolie van Sterre was opgeraakt. Ik zei, nou weet je wat, ik gebruik dit verder niet. Ga jij het maar lekker gebruiken. En hij is op. En ik heb haar nou ook een beetje gek gemaakt op dit product. Maar dit is bijna 30 euro voor een flesje. Dus ik heb gezegd, je hebt hem mogen gebruiken. Hartstikke leuk. Maar nu krijg je gewoon een haarolie van Balea die ik in de shop nog heb gehaald. Want zij maakt zo'n flesje echt heel snel leeg met haar lange haren. Dus ik ben dan niet van plan om elke keer te kopen. Maar mocht je goede haarverzorging zoeken, dan is echt Olaplex. En je hebt het budget. Olaplex een absolute aanrader. Ik heb ook een favoriet product opgemaakt. Dat is namelijk een Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream. Een klein potje. Die zat in de gift set die ik had ontvangen. En deze geur is zo waanzinnig lekker. Die crème, weet je, de werking is oké. Het is een bodycrème, ja. Ja, weet je. Dat vind ik niet zo'n spannend product. Maar de geur hiervan, het is een beetje vanille, pistache caramel. Echt een gourmand geur. En ik vind hem zo lekker dat ik de geur ook in een bodyspray heb. En die spray ik gewoon echt na het douchen of in de ochtend of wanneer dan ook. Gewoon helemaal van deze geur. De werking van die crème, weet je, gewoon normaal. Of ik hem snel opnieuw ga kopen, weet ik niet. Want het is zo'n potje, maar dan iets groter is 30 euro. En omdat ik het voor de geur doe, ik heb de bodyspray... Dus ik denk niet dat ik hem heel snel opnieuw zou kopen. Maar mocht ik een giftkaart krijgen. Of voor een samenwerking wat mogen uitkiezen of wat dan ook. Of hem in PR krijgen, ben ik er heel blij mee. Maar ik ga hem niet zo heel snel zelf kopen. Omdat ik het gewoon zonde vind van het geld. Empties inmiddels vaker hebben gezien. Dan weet je dat dit mijn favoriete scrub is. Van Planeta Organica. De Natural Body Scrub met bubblegum en lychee geur. Ik noem het altijd het zusje van Snow Fairy. Lijkt erop, niet hetzelfde. Maar heerlijk zoet. De scrub is wat grover. Doet goed zijn werk. En ik vind die geur geweldig. En ik heb alweer een nieuwe verpakking in de badkamer staan. Dan zie ik nog twee producten van Lush. Ik had het net al over Snow Fairy. Daar is een douchegel van opgegaan. Heb ik nog een paar flessen van staan. Koop ik ieder jaar. Dus ja, als je van hele zoete douchegels hou, is Snow Fairy echt een aanrader. Hou je die niet van, zou ik het ook gewoon absoluut niet kopen. Dan zou ik misschien gaan voor Lord of Misrule. Daar heb ik een kleine flesje van opgemaakt. Volgens mij heb ik hiervan nog een flesje staan. Die heb ik in de sale gekocht. Deze steek van vorig jaar, denk ik. Ja, 2021 staat er ook op. Dus volgens mij heb ik hier nog een flesje van staan. Komt uit de Halloween collectie, dacht ik. Weet ik niet zeker, ruikt ook lekker. Maar Snow Fairy is mijn ultieme favoriet. En
Plumpuff. Dus er is genoeg lusje opgegaan dit keer. Dus ja, dan zie ik een grote flacon van Delia, de Micheline water. Die heb ik een keer bij Notino gekocht voor gratis verzending of tot een bedrag te komen. En wij gebruiken dit gewoon heel erg vaak. Sterren elke dag om haar gezicht mee te reinigen, Micheline water. En ik om even snel een foutje te herstellen, lipstick eraf te halen of wat dan ook. Ik gebruik dit niet als enige product om mijn gezicht te reinigen. Daar doet het te weinig voor, vooral als je wat meer make-up draagt. Maar zo'n grote flacon was 1 of 2 euro. Dus als ik bij Notino ga bestellen, zou ik hem vast wel een keer meebestellen. Een douchegel van Dolph, altijd goed. Niet zoveel over te zeggen. Dit is trouwens de Reviving. Ja, prima. En deze cleansing balm van Benille koop ik ook al vaker laten zien. De Clean It Zero cleansing balm. Dit gebruik ik dus, zo'n product, om de eerste stap om mijn gezichtsmake-up te reinigen. Die balm laat je make-up helemaal smelten, zeg maar. En dan spoel je het af. Of met een beetje water rommig maken. Misschien dat ik een keer een video maak hoe je zoiets moet gebruiken. Dat is misschien wel een leuk idee. En dan de tweede stap cleanser. Dan is je gezicht heel goed gereinigd. Groot fan van dit product. Volgens mij is dit mijn laatste verpakking. Weet ik niet helemaal zeker. Ik moet de voorraadkast ook eens een keer weer gaan opruimen. Maar absoluut een aanrader. Als ik hem niet meer heb, komt hij vanzelf weer terug in mijn collectie. Want heel fijn merk. Een Koreaans merk. Laundry You volgens mij. Dit zijn de Clean Face Cleansing Pads. Die heb ik toen ontvangen na een Koreaans K-beauty evenement. Online evenement. Met allemaal Koreaanse huidverzorging in deze pad, zeg maar. Ja, die zaten in zo'n pot. En dan had je één pad en dan had je één gladde kant en één scrub kant om je gezicht te reinigen. Werkt op zich echt prima. Maar dit is natuurlijk wel een dure grap om je gezicht te reinigen elke dag. Vooral als je wat meer make-up draagt, heb je meerdere pads nodig. Is natuurlijk ook weer niet helemaal goed voor het milieu. Niet dat ik heel milieubewust ben, sorry. Maar ja, weet je, als je heel veel pads per keer moet gebruiken, is zo'n pot natuurlijk zo leeg. Dus ik vond het leuk om te proberen. Werkte ook gewoon, maar zou ik persoonlijk niet heel snel kopen. Misschien is het wel handig voor als je gaat reizen of onderweg bent. En ik heb ook geen flauw idee waar je dit merk kan kopen in Nederland. Dus ja. Mijn favoriete merk is Philosophy van huisverzorging en douchegel. En ik heb daar weer een grote flacon van opgemaakt. De Vanilla Birthday Cake. Dit is de eerste keer dat ik deze geur heb gekocht. Normaal ga ik voor cinnamon buns of met meloen weet ik veel allemaal. Maar meestal cinnamon buns. En deze ruikt ook lekker. Net een soort vanille taartje. Licht, subtiel. Blijft altijd een beetje op de huid hangen na het douchen. Ja, dit is echt gewoon een feestje onder de douche. Vond ik leuk om te proberen. Maar ik ga gewoon weer voor cinnamon buns. Ik ben een gewoontediertje. Als dat voor mij een geur is die ik heel lekker vind en een product dat fijn is, blijf ik het opnieuw kopen. Dat bewijs ik maar met mijn cleansing balm, met mijn scrub en andere producten die ik steeds opnieuw koop. Dus ja, mocht je bij Isipurie kijken, kijk dan ook eens een keer naar de douchegels en naar de huidverzorging van Philosophy. Want dit is echt een heel mooi merk waar ik de laatste jaren steeds minder over hoor en lees. Zonde. Dus van de Bijenkorf volgens mij zat er een flacon van Memo Paris Irish Leather. Een sample size wil ik het niet noemen. Hoeveel milliliter is het? Geen idee. Kan ik zo niet. Maar goed, ik vond, volgens mij zat hier een adventskalender van de Bijenkorf, als ik me niet vergis. Ik vond deze geur niet echt persoonlijk iets voor mij. Dus ik heb hem aan Roy gegeven, aan mijn vriend. Hij vond hem wel heel erg lekker. En als hij hem op had gedaan, dan zat ik ook te genieten. Want het ruikt gewoon wel heel lekker bij hem. Niet bij mij. Kan. Ja, hij zou deze wel opnieuw willen. Volgens mij is dit een geur van 200 euro of 250. Ja, leuk. Maar dat ga ik... ik weet nu al, dat gaat hij zichzelf niet gunnen. Ook al vindt hij het lekker. En ook al zou hij het budget, ook al heeft hij het budget ervoor. Gaat hij het nog niet kopen, want hij is niet zo gek als ik. En ik ben niet zo gek om dat zo te kopen. Dus nee. Dan zie ik hier nog een pakketje liggen, of een pakje van Nivea reinigingsdoekjes. Gebruik ik niet om gezicht te reinigen, maar dit gebruik ik om mijn zwartjes eraf te halen. Of lipzwartjes of wat dan ook. Prima, ik heb volgens mij nog 1 of 2 pakjes liggen. Ja, prima. En ik zie hier nog een potje liggen van Ethos. Met van die multi alles in één gummies voor kids van een 4 jaar suikervrij aardbeismaak. Ik kocht ze elke keer bij de Kruidvat, bij de concurrent. En ik was bij de Ethos. Ik zag ze dus ook bij de Ethos nu van het huismerk staan. 60 gummies, 2 per dag. En dit is voor sterren. Ze eet gewoon groente, aardappels, groente, vlees. Weet ik veel, alles op een dag en zo. Maar
het is voor haar dat ze denkt, oh, een gummy. Dan denk je, hoe oud is ze? Ze wordt 14. Maar ze vindt dit soort dingen leuk. Dus dan haal ik gewoon af en toe een bordje voor haar. Moet kunnen toch? Ik ga er vandaag trouwens lekker snel doorheen, heb ik het idee. Maar over sommige producten hoef ik natuurlijk niet heel veel te vertellen. Omdat ik ze al vaker heb opgemaakt. Dat hoeft niet. Ik zie nog een product, een mini van Paula's Choice. De Optimal Results Hydrating Cleanser. Mini, die heb ik met heel veel liefde gebruikt. Dit is zo'n fijn product. Als je een gevoelige huid hebt en wat drogere huid. En volgens mij staat deze ook in de Advent Calendar. Maar nou weet ik niet of dat die van de Bijenkorf was of van Cosmania. Maar absoluut een aanrader. Ik weet dat er een pakket met huidverzorging van Paula's Choice momenteel naar mij onderweg is om te testen. Ik weet niet of dit product erbij zit. Maar anders koop ik het met liefde zelf. Want voor mijn huid is dit wel heel erg fijn. En ik probeer graag andere producten uit. En na zo'n mini ben ik zelfs zo enthousiast geworden. Dat is de kracht van de minis. Dus ik wil dit zeker wel binnenkort gaan kopen of gebruiken. Ligt eraan een beetje of die binnenkomt of niet. Maar anders bestel ik hem binnenkort zelf. Ook zijn er wattenschijfjes opgegaan. De Maxi van Evelyn. Ik moet zeggen, ik gebruik sinds een tijdje heel vaak de wasbare wattenschijfjes. Ik heb dan ook zo'n waszakje waar je ook je BH zo in kan doen. Aan de badkamerdeur hangen en na gebruik gooi ik die wasbare wattenschijfjes daarin. En als de zak vol is, doe ik hem op 30 graden wassen. En vind ik prettig werken. Sterker gebruikt alsnog liever dit soort wattenschijfjes, ook voor de nagellak te verwijderen. Dus we maken ze iets minder snel op, maar ik zorg wel altijd dat ik een voorraadje heb. En vooral die van Evelyn, die is van Molton Brown. Dit is de Molton Brown Heavily Ginger Lily Bath & Shower Gel. Deze zat ook in de adventskalender. En ik zei volgens mij bij de vorige opgemaakte video al dat ik deze op de gok wilde kopen, Ginger Lily. Want ik ben gek op gember en zo en die geuren. En ik dacht, daar ruikt het naar. Misschien ruikt het er ook wel naar. Maar ik wilde hem graag in het groot hebben. Ik ben heel blij dat ik het niet heb gedaan. Want ik vind deze geur niet lekker. Past niet bij mij. Vind gewoon helemaal niks. Dus ik heb deze opgemaakt met een beetje tegenzin. Maar wel dat ik hem op wilde maken. En ik ben heel blij dat ik geen grote vlokken zelf heb gekocht. Dus deze komt voorlopig niet meer in de badkamer. Dat waren weer al onze beauty- en verzorgingsproducten die we de afgelopen week hebben opgemaakt. Ik zal ook alle producten onder in de beschrijving zetten. Mocht ik een review hebben geschreven, gooi ik die link ook in de beschrijving. Mocht je alles op je gemak willen teruglezen. Want ik snap best dat sommige dingen te snel gaan. Maar ik kan moeilijk over elk product een volledige review gaan bespreken. Want dan zitten we hier morgen nog waarschijnlijk. Ik klets al zo graag. Dus dat doen we maar niet. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet om je gratis te abonneren op mijn kanaal. Een duimpje omhoog te doen. En ik zou zeggen tot de volgende video. Doeg allemaal!